In deze laatste oefening van les 8 gaan we omzetten naar grijswaarden en bitmaps. Wat is de bedoeling? Met deze twee foto's deze collage maken. Je ziet dus dat men de ogen heeft genomen van deze mevrouw hier. En dat gaan we ook trachten te doen. We gaan dat heel even verkleinen. Deze, de cosmetica, gaan we vergroten met CTRL 0. We nemen ons uitknipgereedschap en we maken een selectie. We passen een beetje aan en we gaan natuurlijk een beetje moeten draaien. Zo. We moeten ze zo recht mogelijk krijgen, die ogen. Dat zou zoiets moeten zijn. Nog een beetje verslepen hier. Als we nu dubbelklikken, krijgen we dus hetgeen wat we geknipt hebben. We moeten dit wel dus nog een beetje draaien. Het canvas, afbeelding, canvas roteren. Linksom, zo. En daar staat de mevrouw. Nu, met deze foto kunnen we dus niks doen. Het eerste wat we moeten gaan doen, is er een bitmap van maken. Maar we hebben dus hier in het voorbeeld gezien dat dat zogezegd masker dat die mevrouw op had, dat het tamelijk licht van kleur was. Dus dat gaan we eerst doen hier. We gaan naar afbeelding, aanpassingen, helderheid en contrast. En we voeren de helderheid een beetje op. Oké. We gaan nu naar de modus. Bitmap gaat niet in één keer, dus pakken we de grijswaarde. En afbeelding modus, bitmap. 72, raster, oké. 20 lijnen. 45 graden en ovaaltjes, oké. Zo, en dat is dus het eerste wat we hebben uitgeknipt. Het is tamelijk licht, maar oké, we gaan kijken hoe dat uitkomt. We gaan dit nu met het verplaatsingsgereedschap naar hier brengen. Dat zou moeten lukken. En dat lukt dus niet. Hoe komt dat? Dat is omdat wij nog in een bitmap mode staan. We moeten dus terug de afbeelding naar grijswaarde brengen. En dan terug naar kleur. En nu kunnen we dus heel eenvoudig dat verslepen. Je ziet dus wel dat het veel te groot is. Dus wat gaan we doen? We gaan dat toch een klein beetje aanpassen. Ctrl T. Kunnen we dit eventueel doen? Zo, ongeveer. De neus moet iets hoger. We gaan dat zo eens proberen. Misschien nog een klein beetje draaien, zijn geheel. Want het hoofd staat een beetje schuin. En we drukken op Enter. Geen problemen met dit hier, want we gaan dus hier een masker op zetten. We zetten er een masker op. Nemen ons penseel. Even op de shift knop
Ja, die is eigenlijk een beetje te groot. Zo, nu gaan we eens even kijken wat effect dat we daarmee krijgen. Ja, voor dat is het dan weer een beetje. Zo. Even wat twee doen. Zo, en nu gaan we even hier kijken waar haar neus zit. En als we nu deze originele terug gaan openen, ja, dan zien we dat we ongeveer hetzelfde effect hebben. Het enige wat we nog niet gedaan hebben, is deze plekken verwijderen. Maar dat is niet moeilijk. We gaan terug op onze background staan. We moeten terug onze foto nemen. Op de background. We gaan een beetje aanpassen hier. We selecteren hier het snel retoucheerpistool. Zien dat we op locatie afstemmen staan, we klikken en onze plekjes gaan mooi weg. Zo, wat is er nu nog verschil? We zien hier nog een schaduw onder liggen en die moeten we natuurlijk gaan ophalen. Nu, in het lage, ik ga deze terug even sluiten of verkleinen. Nu in het, dit maar dicht. In het lage palet zien we hier de functies. We gaan er even op klikken en we klikken op schuine kant en relief. Zou kunnen lukken. Even kijken. Contour. Ja, dat is het dan. En we moeten dat natuurlijk. Nou nee, dit is eigenlijk perfect. Formaat kunnen we nog een beetje aanpassen. We zien dat we niet te veel hebben natuurlijk. Zachter maken kunnen we nog wat doen. Zoiets. En dat is dus het einde van deze oefening.